geen idee nie. Misschien een grondpad of twee, we zullen zien. Maar in kort, dit. Ah, wow, ik kan mezelf zien in een speel, dat is quite cool. Was niet die plan, nie, maar cool, dat is een plan. Ik denk ons gaan een grondpad hier so in Meiringspoort gaan draai, ook om nie. Zet maar eerst eten, by Nikkie. Gou breakfast gaan doen en dan, rij. En kom eens kijken hoeveel irriterende kalkhuizen ze vandaag wat ons gaan irriteren. Hopelijk is dat niet. In elk geval, langs de record, ons gaan nog gaan eet, dan gaan ons grondpad rij. Ciao! Kijk hoe mooi lekkie bloemetjes of die potplanten. Zo cute. Dit is baie leuk. Die lekker zwembad. Plant. En nog een plant. Wij zijn net zo mooi als afstap. Gitters, welkom die kinders. Gitters. Daar gaan die een kind. Daar gaan die ander kind. Dat is mijn groot kind, ek wil is mijn vrouw. Dan stap nog verder. Er is een 4 kilo lekker hieronder. Daar is hier een 4 achter. Zo, alles is het. Very cool. En waar is ons nou? Diepste stilte. Village Trading Post voor anders. Beste eetplek in de rest. Langs de record. Er is niks om veel te wijs nie. Kijk. Die tafel is nog leeg. Sekere mense het gauw koffie gereel. Maar ja, onthou, hy het altijd een lunch, so van so 11 uur af. So as jy honger is, de rest op een zondag, mwah, kos. Goodbye. Dit was nou lekker. Lekker geëet, lekker koffie gedrink, maar weet julle wat, ek sien nou lus vir enig iets, ek wil nou gaan lê. Maar ga niet gaan leen, ek gaan nou rondry. Hoekom gaan ek rondry? Want dis wat jy doen om de rust. Jy kom om de rust, jy kom om rondry. Dit maar ja, lewe is een lied. Ons gaan nou een paadjie gaan soek om te ry. En ek sê hulle het weet as ek daar is, wat is die paadjie se naam. In die kuis, signing out, sien julle later. Ciao! Hashtag jump die cowgods. Kom eens kijk, hoe vannig kan ons dit doen? Ons wil die cowgods zijn, ons like die cowgods nie. Hulle maak my bang. Ek like die bang gemaakt word. Nie. En hulle allemaal kijk, maar allemaal sit, want allemaal sien ek het een camera. Mooi man, onthou hoor nooit. Cowgods uit, ciao! Dit nou niet mooi nie, hè? Dit is prachtig. Ga nog om, om. Wauw. Dit is zo mooi zo. En waar is ons? Ons dink ons is op die middelplaas pad. Maar either way, ons rij net. Want het is so mooi so. So ons is either op die middelplaas pad, buiten de rust, of ons is op een pad met road no name. Want dat is wat die GPS sê. Maar in elk geval is een halve tank petrol, so ons sal seker uitkom waar ons moet uitkom, anders te gaan ons moet stoot. En om my jetter te stoot is die lekker, die ding is zwaar. Maar ja, ek wijs hulle nog rond en dan ry ons verder. Ciao! Sjoe. Kijk hoe lang vlakte daar so. Dit is beautiful.
Ja, ja, ja. Hashtag, ons bly in een mooi land. Oei, jullie wil nog naar mij kijken. Ik is nog moe gepraat. Let's move on. Driving to the next spot. Wat ook al dit gaan wees. Kom ons kijk. Misschien is dit, ik weet niet. Het zit nou, kom ons rijden, ik weet dit toe. Ciao! Waar is ons nou? Langs een klomp bome. Pad wat afkom. Prachtige landerij van gras. Voor die koeien natuurlijk. Wat zo'n mooi is dit. Jo. Daar staan mijn vrouw, mijn kaar. En ons rij verder. Ciao. Kijk nou, mooi is dit. Landerij op landerij op landerij. Plaasimplementjie. Alles daar. Wauw. Die hek natuurlijk. Die hek is oop, maar ek gaan nie hierdie boer kwaad maak, want ek gaan nie by die hek in nie. Maar misschien wijs ik vir julle baie mooi wolkie timelapse, aangezien ons nou daai kant toe kyk, jy weet. Maar ja, joh, is dit nie prachtig nie. Is dit wat kan mooier wees as dit? Het is nou net mooi stap, het is nou niet val nie, en is ver af grond toe. Maar joh, rarig, stunning, stunning, stunning. Sit, tjo, ek wijs julle nog een beetje rond hier so. Wolkies, landerij, bezig om landerij te maak, nog landerij, plaasgoedjes, ach, wauw, dit is sommer net stunning. Natuurlijk jouw kar, lief om. Nee, rarig nie, hy kos ons net geld. Maar het is nog steeds een nice kar. Hy is oulik. Daar is een mooi pad. Een pad naar niks toe nie. Nee, is die pad van waarvans kom. Daar is nog landerijen. Nog landerijen. Ja. En natuurlijk die pad. So ja, op die hoë noord, blijkbaar is die pad gaan Uniondale toe, wel, ons gaan Uniondale toe. Ciao! Een lang pad en prachtige bergen. Maar, is ook iets anders wat interessant is. Ons gaan nou op, oh, koekeloek, amper geslaan ek die grond neer alweer. Zee. En wat sien ons nou? Skapies! Ach, hulle is so oulik. En al wat het is, is skapies. So, is dit nou nie cool nie? Ek dink dit is so cool. Jo, kyk hoe mooi is dit. Wauw, 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 wauw. Hashtag, ek gaan nie wees, ons bly in een mooi land he. Maar sorry, ek kyk in die camera en ek kyk waar ek loop. Het sit in kort, net hier langs die pad, na Road with No Name. En ons kyk net hoe prachtig is dit hier so, beautiful. En my oor skoon, so beteken ek in die son. Ons kyk weg in die son. Nou gaan jy niks sien nie, maar nou kan ek het liefst die camera sien. Maar ja, in kort, beautiful, beautiful, beautiful. Boompie, nog landgoeders en natuurlijk die pad van waar ons gekom het. Op die hoë noot, ciao!
Sjoe. En waar is ons nou? In die middel van nergens en ergens. Ken julle so plek? Ek ken nie so plek. Maar ons noem maar die middel van nergens en ergens. Ja, ek los julle met die. Bergies. Paar huisiekies. Plaas. Te prachtig. Wat kan nou mooier wees as dit? Beautiful. Volgende stap, ek weet nie, road with no name number 2, maar blijkbaar die pad, according to the GPS, gaan R62 toe, ons weet, ons rij net. Ciao! Eventually uitgefigure waar ons was. Kamenasi. En ons is nou by die kruising tussen George en Uniondale. Ons gaan Uniondale se kant toe. Maar ja, die GPS was totally messed geweest. Want hy wys turn left in 6 kilometers. Turn right, turn left. Oh, ja, hy was totally deur mekaar. Maar die beauty is ons is op die Wat is dit? Kar, maar dit is een teerpad. En kyk hoe prachtig is dit, so ek wys julle gou rond, terwyl ek nou is. En jo, kan een mens dit geloof, so lang, lang, lang pad. Ja, beautiful. Dan hier is ook nog een paar goedjies. Net plat lande rye. En ja, hy sê stop. Maar ek het gestop, want ek is special. In short, dit was nou een lekker grondpad. So hy gaan al die pad van Kamenasi, al die pad onder rust. So ja, ek het nog steeds die idee waar ons is, maar is lekker. Lewe is een lied, dis hoe kom ons roadtripping doen. Lekker roadtripping. Dis, hoe sit ek nou en dink aan die kinders? My sis het my video gestuur, ek kan nie vir julle wys nie, maar ja, is quite cool. Gelid gespeel, netbal of so iets. Maar die punt van die gesprek is dat familie is number 1 en dan number 2 is sommer net hier. Hier in die middel van nergens, jy weet. Dis wat het so lekker maak. Wat, ek wys julle gou die pad. Hoopelik kom aan die karre. Waar is die pad? Af is hy. Jo. Daar gaan hy op. Hashtag Suid-Afrika is 'n mooi land, maar die lewe is 'n lied. Ciao. Ek en my vrou, een Jaffel gehad. Ek gaan julle fotokie wys. Dit is een plek in Uniondale, ek kan nie die plek sy naam onthou nie. Maar dit is die enigste plek waar hy is. So ja, nou is ons op pad na Beans About Coffee toe. Hoekom? Want ons is beans. Maar ek dink julle is oopie, maar ons ry maar net vir die lekkerte. Want die lewe is lekker. In die kuis, laat ek ry. Goodbye, ciao. Waar is ons nou? Die sign sê dit. Potjiesbergpas, in die middel van nergens. Kyk hoe mooi is dit hier af.
Sjoe. So mooi vallei. Ja. Beautiful. Ja. Kyk, wie staan daar? Sit is sy waai vir die camera. En nou terug naar Beanzebad Coffee toe. Ciao! En dit was pas. Ciao! Ja, er was niks anders om te sê nie. Dit was een pas. Het was lekker. Ja. Sit maar nou, volgende stop is, ons weet die waar nie, klik, 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 het sal help as ek die indicator afsit. En die kies op die hoë noot, Beans About Coffee, up next. Ciao! En wat sê daai? Stop! Want waar is ons nou? By een rij, go. So nou staan ons maar stil en wacht. Maar ek het iets eilig om vir julle te wijs. Dis een koei. Hoe cool is dit? Nog koeie. Ons gaan rij wat? Nog koeie. Ons gaan rij ook. Ok. En ons moet rij, according to die borkie, want hy is nou geskuif. Ciao! Ons was nou net by die Smits winkel. Hoop julle kan dit sien daar. Nope. Kyk hoe oulik is dit. Sjoe. Karretjie. Maar ja, en kort. Baie lekker stoppie in Oudtshoorn. As jy ooit deurkom, kom stoppie so. Jy gaan nie fout maak nie. Is definitief. Nou, hulle het ons gehelp en hulle is net voor toemaaktyd. Is nie aldag dat jy dit kry nie. Lekker stukkie koek en een lekker stukkie koffie. Ga jullie nie een foto wees nie, want jullie weet hoe lyk koek en hoe lyk koffie. En die kies op die woord noos, de rust up next. Tjom! Jullie het gedink ons gaan Beans About Coffee toe. Ons was hier. Ons was nie. Nee, ons was daar, maar hulle was toe. En toe gaan ons Smitswinkel toe. Dit is so padstal net soos jy inkom in Oudtshoorn. Baie nice. Baie vols ook. Klein vols. Lovebirds. Baie van hulle. Dit is baie oulik geweest. Maar, waar is ons nou weer? Julle kan sommer raai met julle hoor die karre wat voorbij rijd. Ons is by a stop and go. En al wat jy doen by a stop and go is stop. Dis, die lewe is een lied, maar jy moet stop en dan mag jy go. Maar ek wys julle van die grond. Was een huisie. Net een huisie. Dan sal geld. Een wolkie. Nog veld, nog veld. Kom nog by je veld. En aan die kant is daar nie veel nie. Net een berg wat jy daar achter kan sien en een stuk van een venster. Maar op die hoë noot, nou gaan ons daar rus toe. Want ons wil gaan rus. Ons is moe. En op die hoë hoes zijn bies. Wat nie uitgesoord is, sy moet al weer terug in dokter toe. Ai, sy maar vir antibiotika gee. In any case, signing out. Tjom!
Kijk hoe excited is die kinders, hulle kry koek. Lekker. Blankie. Over excited. Gans te happy. Blankie. Een grootiekie. Lekker. Dit is nou Nikkie se twee kinders die. Dit is klaar nou hoor. Dit is klaar, kyk op. Daar is niks oor nie. Ja, het is klaar nou. Oh. Op die hoë noot, ons is terug by Nikkie se plek. At Riverside Accommodation. En op die ander noot is, ek het nou ver gery. Die was nou rarig een lang, lang trip, maar het was lekker man. Maar kyk nou hierso, kyk op wat kom ons by die huis aan. Hierdie mooi swembad, boompies, advokare boom, een windpompie, een lampie, nog een stoepie, nog een bietjie accommodatie, lekker. En dan daar is een karavaan weggesteek, quite beautiful. So ja, op die hoë noot gaan ek nou gaan rus, want ek is in de rust. En dis ook al wat een mens doen in de rust. Jy ry rond en jy rus, want jy is in de rust. So, wat is volgende? Ek het die idee nie, miskien is die vlog oor, miskien gaan hy aan, ons weet nie. Ciao!